Maak van slotjes met strassteentjes magische hangers. Wat zijn dat voor symbolen? Stop het vuurelement in een hanger. Neem een mooie accessoireketting. Elk medaillon bevat een element. De goede heks maakt een cadeau voor de verjaardag van de baby's. Vogeltjes, hallo! Kom eens hier. Ik moet iets speciaals klaarmaken. Laten we proberen de elementen te mengen volgens het oude recept. Bedankt, assistent! We hoeven alleen maar een geheim ingrediënt toe te voegen. Magische krachten. Er zijn 4 verschillende hangers die magische krachten hebben. Ze zullen de baby's een geweldige toekomst geven. Wie is daar? Baby, kom hier. Ze heeft blauwe verf gekozen. Het meisje met de blauwe ogen weet alles van water. Dat is haar element. Aarde is haar element. Vurige baby kwam uit een zak met houtskool. En een windvlaag blies de veren. Het is lucht. Elk meisje heeft unieke krachten. Mama speelde met haar baby's. Heb ik het me verbeeld? Ik voel me een wind. Hallo, baby's. Dit is jullie tovervee. Ik heb een paar cadeautjes. Een dienblad? Bedankt, maar het is een beetje vreemd. Denk eraan. Elk geeft een element kracht aan zijn eigenaar. Zodra de volwassenen weg waren, begonnen de kinderen hun nieuwe krachten te leren kennen. Aarde hielp de bloemen bloeien. Lucht vloog naar de bovenste plank. Vuur en water vonden ook veel te doen. De tijd vloog en na een paar jaar groeiden de baby's uit tot prachtige belichamingen van hun elementen. Hallo! Een vlinder bracht tulle voor de rok. De jurk ziet er perfect uit. Bloemen versieren het uiterlijk van het meisje. Oh. Versieren een schuimpapieren hoofdband met rozen. Aarde is klaar om mensen te helpen. Aarde is naar haar oma gekomen. Je kunt veel plezier hebben in het dorp. Hoe gaat het met je? Niet zo goed. Dit jaar zijn de planten niet gegroeid. Oh, ik weet wat ik moet doen. Ze besloot haar superkrachten te gebruiken. Lieverd, dat is een wonder. En we hebben genoeg eten voor iedereen. Meet de details op voor een serre. Zet frames en muren in elkaar om een kleine kamer te maken. Bedek de ramen met doorzichtig plastic uit een folder. Geprinte afbeeldingen van een baksteen vulden de vloer. Maak de deuren vast aan de lussen. Het frame werd bedekt met mos, wijnranken en bloemen. Maak planken voor planten. De planten zitten vol met leven. De favoriete hobby van de aarde is tijd doorbrengen in een kas. Voor planten zorgen en ze laten groeien. Wat kan er beter zijn? Het meisje begon te werken.
Hallo, mag ik je bezoeken? Het is hier zo geweldig. Laat me een rondleiding voor de kinderen organiseren. Natuurlijk. De kinderen begonnen over planten te leren. Het spijt me. Ze kunnen soms moeilijk te hanteren zijn. Kinderen, volg mij. Als teken van mijn dankbaarheid, neem deze mooie bloem. Een Venusvliegenval. Bedankt, wat leuk. Wauw, zoiets heb ik nog nooit gezien. Vuur doet een oranje rompertje aan. Verander organza in een rok met vlammen. Maak de outfit compleet met een riem. En een paar vuren met glinsterende zijkanten versieren de koep. Hier zijn bijpassende schoenen. Een vurige tiara. Zo creatief. Lucht en water brengen samen tijd door. Kijk eens naar mijn pop. Cool, mag ik ermee spelen? Misschien later. Nee, nu! De meiden kregen ruzie. Alles werd bedekt met sneeuw en ijs. Ik zal de kracht van mijn amulet moeten gebruiken. Lucht, het is allemaal omwille van een pop. Aha. Pak het! Het is zo mooi. Bedankt, vuur. Ik moet alleen even opruimen. Het duurt maar een seconde. De warmte smolt het ijs in de kamer en tussen de zussen. We beloven geen ruzie meer te maken. Een plastic fles verandert in een grill. Schuimpapieren details dienen als zijkanten. Het is zwart en mat. We hebben een rooster nodig voor een grill. Versier de grill met vintage inzetstukken. Spiesjes worden poten. Alles wat we nodig hebben voor een picknick. De meiden amuseren zich en genieten van het mooie weer. Familie van Vier Elementen besloot om een groot feest te houden. Deze bier staat op het punt van vuur te worden. Ik hou van het meezingen met mijn zus. En Lucht ondersteunen de meiden door een bubbelshow te doen. Mama en papa houden van dit geïmproviseerde concert. Ik zou graag een snack nemen na zo'n concert. Wat dacht je van gegrilde hotdogs? Aarde kwam voor de lunch. Ze bracht twee schattige bevers mee. Oh, ze zagen de boomstammen en sleepten ze naar het bos. Je kan geen vuur maken zonder hout. Ik moet papa helpen. Creëer een vlam. De familie zal blij zijn. Scheid dun structuurschijnpapier in details. Zet een frame in elkaar voor een watermachine. Bedek de zijkanten met metallic karton. En een deel van een pen zal dienen als een dispenser. Zoek de perfecte frisdrank voor jezelf. Vandaag was het echt een warme dag, maar het wordt zelfs te heet voor vuur. Wil je dat ik een frisse bries laat waaien? Dat zou geweldig zijn. Je bent zo sterk. Ik moet iets anders bedenken. Water heeft een idee. Yes, een frisdrankmachine.
Geweldig! Nu kunnen de meiden afkoelen en genieten van een mooie warme dag. Knip wat vuur van schuimpapier uit. Bevestig de zijkant aan de make-up tas. Mini lijm, wattenstaafjes en een flash tattoo. Het vurige make-up tasje fonkelt met glitters. Het vuur heeft besloten om een soloconcert te organiseren. Iedereen is uitgenodigd. Maar er wacht een kleine verrassing aan de ingang. Ze doet body art voor alle gasten. Geef me je hand. Cool! De meiden kiezen om de beurt een flash tatoeage. Wie wil er nog meer een tattoo? Hey! Ik wil er meer dan één. Makkelijk. Iedereen heeft plezier en danst op de muziek van vuur.